Ik vind het wel belangrijk dat ook vrouwen vertegenwoordigd worden in het halfrond, in het parlement. Maar of dat nu per se goed door een vrouw kan of niet beter kan door een man, daar ben ik niet van overtuigd. Ik denk dat het vooral de visie en de ideologie is die vertegenwoordigd moet worden in het parlement. Al kan ik mij wel inbeelden dat vrouwen graag door vrouwen vertegenwoordigd worden. Dus in die zin vind ik het wel goed dat er een mooi evenwicht is. Ik denk dat vrouwen meer moeten durven. Dat ze meer moeten, toch nog meer moeten overtuigd zijn dat ze ook iets te zeggen hebben, ook iets kunnen. Dat hoor je heel vaak hè, als je buiten komt. Vrouwen zullen veel sneller zeggen: ik ken niks van politiek, ik weet niks van politiek. Terwijl dat helemaal zo niet is. Ik probeer daar op studentendebatten altijd de jeugd van te overtuigen. Bij uitbreiding ook de vrouwen. Iedereen is eigenlijk, zonder dat ze het weten, geïnteresseerd in politiek. Heeft een visie, heeft een mening over de maatschappij. Hoe klein, hoe groot ook. Dus vrouwen moeten meer overtuigd zijn dat ze het wel kunnen en dat het hen eigenlijk wel interesseert. Een rolmodel is een groot woord, maar wat ik wel kan meegeven is dat ik de namen van mijn twee dochters heel bewust heb gekozen. Mijn kinderen heten Marie en Anna. Dat zijn Bijbelse namen, maar ik heb ze eigenlijk niet uit de Bijbel gehaald. Mijn oudste is genoemd naar Marie Popelin. Dat is de eerste vrouwelijke dochter in de rechten. Toch wel ook iets gerealiseerd als vrouw. En Anna, de jongste, is genoemd naar de Russische journaliste die helaas vermoord is omdat ze in een land woonde waar je niet te hard mag opkomen voor je visie. Dat is Anna Politkovskaya. En ik vond dat verhaal heeft mij zo gefrappeerd. Het feit dat zij, ondanks levensbedreigingen, ondanks dat ze wist dat ze gevaar liep, er toch niet voor teruggedeinsd heeft om haar mening te blijven verkondigen, om haar rol als objectieve journaliste in Rusland te blijven spelen. Ik vond dat een heel aangrijpend verhaal. Ik vond het ook een mooie voornaam. Dus vandaar heb ik mijn jongste naar Anna Politkovskaya genoemd.